Goedemiddag, welkom bij deze nieuwe vlog. Heel de tijd stil en nu pak ik de camera en dan... Nou, zoals je al hebt kunnen lezen aan de titel, gaat Bente voor de eerste keer uit logeren. En ik heb er al een dag buikpijn van. Ik ben blij dat ze nu best wel een vervelende dag heeft, want ze is echt de hele dag al aan het jengelen. Ja, dan is het misschien iets minder moeilijk om haar dadelijk achter te laten. Ik ben nu onderweg naar mijn moeder, want daar slaapt ze. Het is maar bij oma dat ze slaapt, dus het is allemaal niet zo erg. Alleen, ja, ik vind het gewoon wel heel moeilijk. Ze is nu 7,5 maand, ze is bijna 8 maanden en ze heeft nog geen één keer ergens geslapen. Dus ik vind dat wel best wel lastig. Maar ik kom dadelijk wel even terug als ik haar weg heb gebracht, want ik praat niet echt lekker. Zwarte Piet. Oh, ze zwaait nog. Hier kan dat nog gewoon, hè? Ja. Ja. De echte, originele. Oh, ja. Wat een mooie, hè? Net, daar komt Sinterklaas aan. Kom Sinterklaas aan. Kijk. Ja, ik ben net stukje. Dag Sinterklaas. Oh, die is klein. Ja? Klopt helemaal. Oh jee, nou gaat het fout. Lukt dat? Yes. Nou, dank jullie wel hoor. Zeg maar dag! Zeg maar dag! Ja! Zeg maar dag! Kom volgend jaar weer terug. Zucht helemaal. Je vindt het niet echt eng, hè? Nee. Ik denk die zet het op het kruisen, maar. Feestje! Nou, was dat even leuk. We wilden net Bente naar bed brengen, want die wilde nog even een dutje doen. Staat in één keer Sinterklaas daar op het plein. Nou heeft ze dus voor de eerste keer Sinterklaas en Zwarte Piet gezien, dus dat is ook wel leuk. Ik dacht, nou die gaat wel huilen, maar het valt wel mee. Ze vond het hartstikke leuk. Nou, is tenminste ook wel even een leuk einde, want ja, wat ik zeggen wilde is, vanwege natuurlijk corona, ik ben 24/7 met Bente. Ja, weet je, ik werk niet, dus ik ben altijd met haar. Weet je, en dan vind ik dat gewoon heel moeilijk om haar weg te brengen, omdat ik het gewoon ook heel erg fijn vind om 's ochtends wakker te worden en ze is er gewoon, weet je wel. Ik voel me hierdoor echt niet een aansteller of wat dan ook, want ik weet gewoon dat heel veel moeders me vast zullen begrijpen. Ik ga niet zitten janken of zo, want zo zit ik niet echt in elkaar. Ik voel het wel hoor, dat ik zoiets heb van, oh, ik breng haar liever eigenlijk helemaal niet weg. Ik hoop alleen niet dat ze vanavond met een borreltje op erover gaat beginnen, want dan, dan ga ik wel janken met een glaasje wijn op, dat weet ik zeker. Ik ga er gewoon een gezellige avond van maken en lekker wijn. Wijn. Uit bed. Hé, mami! Het is bij hoe beeld gespeeld. Enthousiast hebben. Maar ze hebben het ook erg laten zien. Dat je dan van. Ik heb druppel gedronken hoor, want ik drink al 3 weken niet meer, want ik ben hier lekker. Nou, ik ben dood in ieder geval. Denk je kind op te halen? Ik denk, nou, die is helemaal enthousiast. Nee, ze hebben het veel te open met haar over de grond heen gekrioeld. Hij heeft wat met haar gespeeld. Lekker in bad geweest. Lekker. Nee hoor, ze gaat het is haar eigen bedje waar ze in ligt, hè? Ze ligt er al vanaf de geboorte in. Nou, top. Zeg eens mama. Of papa.
Bente, zeg eens. Bente, kijk eens. Zeg eens, papa. 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 Mama. Ze heeft bij oma haar schoentje gezet. Moet jij deze even laten zien? Hier horen nog twee andere bij. Een kleintje, of twee kleintjes. Een oranje en een... ik weet het niet meer. Hij ligt namelijk boven. En dat is voor in bad. Deze moet eventjes batterijen in. En dan spuugt hij water en dan komt geluid uit. We hebben hem nog niet gebruikt, hè. Want er zitten nog geen batterijen in, hè. Nee. Eventjes spelen. En dan gaat zij dadelijk lekker naar bed. En dan ga ik me eigenlijk lekker aankleden voor deze dag. Hè? Boah. En tegenwoordig zet ik ook geen wekker meer. Normaal gesproken zet ik natuurlijk altijd om 7 uur mijn wekker voor de medicijnen. Maar ik laat haar nou op de dagen dat ik niet weg hoef, gewoon zelf wakker worden. En dan is het toch vaak 7:30 of zelfs 8:00. Dus ja, is beter, hè? Is beter, hè? Uitslapen. Ja, is toch weer een uurtje of een 30 minuten. Alle beetjes helpen. Namelijk heel grappig. Ik had een post geplaatst op Mama Plaats. En daarin heb ik heel veel reacties gekregen op de post over Bente, dat zij bij dag 8 naar het ziekenhuis moest en dat ze allemaal scans heeft gehad en zo. En wat dus het probleem is, dat ze dus een verniet werkende schildklier eigenlijk. En ja, dat is dan wel heel fijn dat je dan toch meerdere reacties krijgt van moeders die dus precies hetzelfde hebben met hun kind. Dus ja, dan kon je een beetje wat meer adviezen delen met elkaar. En ja, daardoor ben ik ook al wat losser geworden, aangezien iemand anders ook tegen mij zei van... ja, ik heb ook heel lang mijn wekker gezet, maar ik laat er nu tegenwoordig uit er zelf gewoon wakker worden. Toen dacht ik, ja, het gaat er gewoon omdat het gewoon op een nuchtere maag wordt ingenomen. En ik denk ook niet dat er heel erg veel scheelt of het nou een 30 minuten of een uurtje is. Ik denk dat dat ook allemaal wel losloopt. Ja, ik probeerde het net al vast te leggen. Maar moet je kijken hoe ze naar mij kijkt wanneer ik praat. Ze probeert echt alles op te slaan tegenwoordig. Zeg maar, mama. Zo grappig, altijd als ze de camera ziet, dan doet ze het er één keer niet. Maar ze kent echt wel heel veel. Doe maar, zeg maar, dag, dag. Zeg maar, dag, dag tegen de camera. Dag, dag. Dag, dag. Nou. Mama een beetje verkouden, hè? Ja, dag, dag. Zeg maar, dag, dag. Tot vanmiddag. Zeg maar, dag, dag. Ja, dag. Nou. Zeg maar, dag, dag. Ja, dag, dag. Maar dan moet je wel zwaaien. Doe maar eens dag, dag. Ja. Voor de allereerste keer aardbeidjes. Kijk eens. Ze zijn een beetje koud, hè? Kijk, deze is ook al gevallen. Wat was dat voor gezicht? Vind je het zuur? Kijk eens deze kant op. Ja.
En ik heb dit al getest hoor, dat zij niet allergisch is. Want er zat in een knijpfruitje ook al een keer aardbei en heb ze niet op gereageerd. Dus. Hè? Lekker hè? Doe jij het vertellen of doet mama het vertellen? Ja, Bent heeft een tong. Bent heeft een tong. Yay! De allereerste tandje, jongens. Oh, wat schattig. Ik haal haar uit de bed. Na de middagdutje. En ik weet niet, op een of andere manier wilde ik even in haar mond kijken. Dus ik voel zo met mijn vinger. En ik voelde zo een puntje. En ik kijk, heeft ze gewoon al. Het eerste deel van de onderste tand komt dan gewoon er doorheen. Ik zal kijken of dat ze het toelaat. Dat we even een kleine sneak peek kunnen doen, maar ik denk het niet. Ja! Ik moet echt even met haar naar de winkel, aangezien ik dus mijn ochtend ben gestart zonder koffie. Nou, als ik iets verschrikkelijk vind, is het geen koffie in de ochtend. De koffie was op. De koffiebonen, dus. Oh, en ik begin eigenlijk altijd mijn dag met 2 bakken koffie en ik had nu gewoon niks. Nou, mag ik even een minuutje stilte voor deze dag? Gaan we deze jas even passen? Het ziet er zo groot uit. Het is wel een 68. Nou, ik zal maar benieuwen. Ik heb deze van mijn moeder gehad. Ik denk dat ik wel die bontkraag afrits, want dat is niet zo lekker, denk ik. Maar deze ga jij echt niet passen hoor, meid. Je kijkt wat een jas, hé. Met deze gebruiken, die nieuwe. Een mooie muts. Een mooie sjaal. Wandjes. Waar ga jij helemaal naartoe? Ja, de. Volgend weekend toch even moet kijken voor een andere jas. Want die teddyjas die is wel leuk, maar heel erg warm vind ik hem niet. En dan kan ook niet helemaal lekker dicht. Dus moeten we eventjes gaan scoren nog. Kijk uit, je gooit mijn camera om. Te laat. Ongelooflijk, echt gewoon al heel de week gewoon alleen maar bakken met regen. Gadverdamme. Nou, dan ga ik alleen maar naar de winkel om koffiebonen te halen en dan ga ik weer terug. Goedemorgen, 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 sunshine. Kijk nou wat een heerlijk pakje ze aan heeft. Deze had ik toen gekocht, dit is maatje 62 bij de Prenatal een keer. Maar die was toen altijd best wel groot. Hij is nog steeds wel een beetje aan de ruime kant. Maar ik denk dat dat ook gewoon het modelletje is. Dus nu kan ze hem eindelijk wel aan. Dan heb ik er gewoon een dikke sweater onder gedaan. Kijk wat zit er van die banden om haar heen. Echt heel erg leuk. Dit trui is trouwens van Coco Noco. Helemaal geweldig. Super schattig pakje. Lekker leuk te combineren met die UX die ik voor haar heb. Deze is ook mooi met roze. Die heb ik volgens mij al wel eens laten zien. Die heb ik toen op Vinted besteld. Nog hartstikke netjes. Kijk, het is er helemaal af. Dus ik ben nou mijn... hier staat het. Mijn bonen aan het warm maken hier. En dan ga ik even mijn wenkbrauwen waksen en verven. Want zoals je ziet is het er helemaal af. Want de laatste keer dat ik geweest ben was... toen ik die henna brows heb laten doen. Nou, dat is al dikke maand geleden. Dus dat ga ik eventjes snel doen. Dan doe ik het even waksen en even verven. Dan zit dat ook weer netjes. Want we hebben natuurlijk vanavond pakjesavond. Hey. En nog een tip van Flip. De tip van vandaag. Voor boven de 6 maanden. Zodat ze het beter kunnen vasthouden. Kijk, hier zitten van die gaten in. Dan kan ze het heel makkelijk zelf vasthouden. Zoek je nog een fles die voor hun makkelijk is, dan is dit echt een topper. Nou kon zij het ook gewoon met de gewone fles. Maar ik denk het wordt gewoon tijd voor een nieuwe. Hij werd een beetje lelijk en grauw. En die flesvoeding die ik heb, die Neocate, die is heel erg vet. Dus
Ik kreeg het op een gegeven moment bijna niet meer helemaal schoon. Dus weet je wat, ik denk, huppatee, lekker een nieuwe fles. Kijk, ik heb deze. Hier kun je het eigenlijk beter zien. Mocht je er nog eentje zoeken om dat zelf te doen. Hier kun je natuurlijk alles mee waksen. Hè? Niet alleen voor je wenkbrauwen. Dan is deze echt super fijn. En volgens mij heb ik hem toen hier gekocht. En dan moet je eventjes... Je krijgt er wel bonen bij volgens mij. Ik had toen een actie. Dat weet ik niet zeker meer. Anders moet je even kijken voor deze harde waxbeans. Ja. Ik heb dan de Pasen. Maar je hebt verschillende. Moet je gewoon even kijken. Echt super fijn ding. Zo, gaan we eerst eventjes deze ugly face fixen. Het is super makkelijk als je eenmaal weet hoe het moet. Tjoep. Nou, ik spoel dit even door. Leuk muziekje erbij. Dan kunnen we dadelijk zien wat het eindresultaat is, hè? Zo, make-up lookje zit er ook voor vandaag. Lijkt het je nou een keertje leuk dat we samen gaan make-uppen? Dus dat ik gewoon helemaal stap voor stap laat zien wat ik doe en hoe ik deze look doe. Laat het me weten in de comments. Misschien dat ik dat ook wel een keertje ga doen. Een soort van make-up look tutorial. Whatever. Gewoon voor de fun. Gewoon lekker make-uppen en kletsen. Dus ja, wil je dat een keertje zien? Let me know in de comments below. En dan ga ik dat ook een keertje doen. Ik zie net dat Bente wakker is, dus die ga ik ook uit bedje halen. En dan ga ik daar lekker boodschappen doen. Misschien dat ik nog even laat zien wat ik ga halen allemaal. Maar het is niet zo heel erg veel, want het is maar voor een paar daagjes. Maar ja, en anders dan vanavond, hè. Pakjesavond. Dank u, Sinterklaasje. Sinterklaas, goed einde, man. Trek je beste tappert aan. Dit stukje weet ik al niet. Draag aan zijn naam, Sint-Nicolaas. Sint-Nicolaas, breng ons vanavond een bezoek. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Want we zitten allemaal even recht. Misschien heeft u nog even tijd voordat u weer naar Spanje gaat. Ja, oom Danny. Oom Danny, hè? Oom Danny's telefoon. Sinterklaas! Hoe dan? Opa! Nee, ik denk dat hij ook is naar de wc. Zullen we hier eens even kijken dan? Is opa aan het poepen? Nee, dat meen je niet! Oh, cadeautje! Kom! Oh, deze! Lukt het? Kijk in de film. Ga zitten, Jona! Wie Bente! Bente? Bente, kijk eens wat een groot cadeau! Oh! Oh. Oh. Rustig aan, hè? Niet anders hoeft het niet meer, hè? Kom maar. Wat heb jij? Doe maar kijken wat Bente. Kom maar, Aria. Kom maar terug. Zo, die snel open. Dit is hem. Oh! T-shirt, mama. Kijk eens, Bente. Kijk. Mama. Ja. Bye. Oh. Ben je bij Ajax? Van jou. Goed. Ik ga Aria maar pakken. Om Danny. Aria.
Een onesie! Nee, ik ben een man. Ik heb bijna niks. En ome Neddy, is ome Neddy? Nou, Jona. Oh, nou heb ik een knootje van ome Neddy gevonden. Wat staat daarop? Jona. Oh. Nou, ik weet niet, maar ik ga zitten hoor.